Yo mensen, we zijn er weer bij de bouwplaats. 15 april is het. En ja, er is niet heel veel veranderd. Tenminste, bij ons niet. Al wel heel het dak ligt vol met dakpannen. En we hebben een zonnepaneel. Dus gaan we even zien. Zoals je kan zien, we hebben een dakraam, ja. We zijn nu voornamelijk hier aan de voorkant bezig, bij het fietspad. En daar zo ook. We gaan nu even bij ons achter kijken. Zoals je kan zien, is hier de steiger al grotendeels weg. En we hebben een mooie dakgoot ook. En hier liggen ook pannen. Ik weet niet of dat er de vorige keer ook al was. Maar je kan hier ook de zijkant nog even zien. Daar is ons raam. We hebben overal dakpannen, zelfs de nok ligt er al op. Oh, dat is niet scherp. Nou wel. Ik loop nu weer aan de voorkant. Dus hier zo bij de straat helemaal. Maar er is hier nog niet veel veranderd. Alhoewel, die nooddeuren staan allemaal open. Dus, of tenminste, nooddeuren. De deuren die... Die zorgen dat er niet allemaal van die zwervers in gaan, 's nachts. Dat is gewoon eigenlijk een gratis overnachting, hè. En je kan een mooi erin kijken. Ja, je hebt hier dus de blok waar als eerste de steigers weg waren toen. Dan hebben we hier, waar ik toen met die kleur van die muren, die verschillen. Als je nou kijkt, daar zo, die ton die daar staat, bij dat puntje van die dak daar zo, bij die... Bij een soort van bouwlift of wat is het? Dus dat is van een bouwlift daar zo, een paal. Daar zo is ons huis. Alleen ja, je kan het niet goed zien. Want het puntje staat ervoor. Dus, maar in ieder geval, dit is onze straat dadelijk. Ja, hier ga je niet doorheen met de auto. Het is gewoon, ja, weet ik veel. Doorgang voor met lopen of de fiets of zo. Maar daar zo kom je met de auto in. Ze zijn hier nou helemaal op het begin. Zijn ze dakpan aan het leggen. Want hier is dus die ingang waar je dan komt met de auto. Dat is heel mooi, want dan schiet het ook al een beetje op de ingang. Dus dat is mooi. Kijk, hier zijn ze dus al dakpannen leggen. Dit moeten ze nog allemaal doen, maar ze hebben het al wel klaargelegd. En ze moeten nou zorgen dat daar nog achter nog daken erop komen. En dan zijn alle daken erop. Ja, en achter dat huis, helemaal die achterste daar waar die dakgoot ook al aan zit, daar moet het natuurlijk ook nog op. Maar dat had je net in het aan het begin gezien. En er is nog meer nieuws. Het zou eerst rond oktober, geloof ik, opgeleverd worden. September, oktober. Weet je wanneer het nou al is? Eind juni. En begin juli wordt het dus beginnen met opleveren. Dus het is gewoon ineens keiveel vervroegd. Dat is alleen maar mooi.